Nachtkikkers, daar zijn we hier in de lokale omroep van Stijn. 24e editie alweer met Prins treffen. Wat we hier voor u gaan presenteren. Zo kunt je kennis maken. Wij overal weer Prins is geworden van de officiële vereniging. Met alle respect voor de caféverenigingen. We hebben 7 verenigingen hier in de Oosteense gemeenschap. En die willen vergeren aan de vuur stellen. We zeggen meteen Prins, haar vermaken uitzonderingen vanavond. En dit jaar gewoon ik in Nederland doen. Wij vandaag kreeg assistentie van Mirjam van Es. Ja, beste kikkers, welkom natuurlijk bij deze uitzending en bij deze geweldige avond. Wat we gewoon beginnen met de waterratten. Ja, de waterratten, verwermend en ja, prinsen treffen, maar de grote uitzondering, het stralend middelpunt van de waterratten, staat hier even mij. Marlou Gelissen. Marlou, ja. Ik heb in de tussentijd begrepen, er zweeft een roze wolk boven Urmond. Wie is het met ik nu? Ja, ik voel me echt de gelukkigste vrouw van de ganse wereld. Het is zo schoon, omdat ja, de grote droom van mij, wat al eigenlijk al langer dan 30 jaar hier van binnen, de wat er hoekerde, de droom is uitgekomen en ik kan het niet uitleggen wie schoon en wie ik me voel. Het is gewoon prachtig. Ontzettend chic. We zitten in de Prinsencommissie. Ik dacht Rob, hè, de vorst. Nog niet, we zitten in de Prinsencommissie. Nou, Rob, dan kom even erbij. Rob is de vorst van de waterratten. Wie heb hier als vereniging het aangedurfd om dan toch die grote uitzondering te maken in navolging van andere verenigingen aan Boetestein, om toch een proces te kiezen? We hebben er natuurlijk lang en breed over gehad van zelf en ook wagen. Maar Lou heeft al sinds dat ik bij de Raad van Elf ben, dus 11 jaar, heeft hij de kop gek gemaakt van ik wil eens prinses worden. En uiteindelijk hebben we dit jaar het Prinsencomité het aangedurfd om Lou te kiezen. En ik ben er heel gewend op dat ik als eerste jaar voorstelde hebben zo'n prinses moest. Ja, dank ik. Jij komt ook vooral binnen, hè? Daar kun je echt het vuur op, hè? Uiteraard. Dat moet ook, hè. Ja, graag gezien de gasten natuurlijk, die waterratten. Ik ga maar even naar Marlou, want die grote wens is de vervulling gegaan. Die man is heel bekend, maar dat is geen prins geworden, hè, want dat kost niet. Nee, dat is, Wim zou dat natuurlijk heel schoon gevonden hebben. Maar in verband met zijn bedrijf, met zijn geluidstechniek voor u op het bedrijf, is het eigenlijk onmogelijk om dat te doen. En we hebben het ook heel lang en breed over gehad. Hij weet dat ik de wens natuurlijk al heel erg lang heb. En hij heeft ook gezegd van, Chad, ik gun niet dat, want als het einde is, dan wist ik degene wat dat kent in de warmte. Dus en daar ben ik heel blij met dat Wim ik dat ook gun en dat er zo achter me steekt. Want ik denk dat menige man dat niet zou kennen wie Wim dat deed. Dat steekt nu echt achter me. En dat is zo schoon om dat te ervaren. Ik ben gewoon heel kwaad op die kerel. Geweldig. Kijk, dat mag ook eens gezegd worden. De man achter de prinses van de waterratten. Ja, dat is assistentie. Uiteraard een ervaren vrouw nevendig, hè? Maar ja, dat is me de steun en toeverlaat al. Eigenlijk al, we kennen ons al jaren, maar we zijn sinds een half jaar geleden samen doen voor, ik ben daar langer bezig met de kinder toneellessen. Marjaal is aangesloten het afgelopen seizoen. We zijn het afgelopen half jaar heel erg naar elkaar toegegroeid. Het is mijn beste vriendin. Een ex-prinses, hè? En een ex-prinses. Nee, en niet alleen een ex-prinses, want ze trouwens is nog geen ex-prinses, want ze is nog prinses van de Vrouwenbond van de Warmend. De ex-prinses uiteraard van de Waterratten, de vrouw van Richard, prins Richard, toen werd die. Maar ze is ook als hofdame is actief geweest wie prins François en prinses Kelsey het prinsenpaar in Warmend worden. En ik kan me echt geen betere voorstellen als Marjaal voor die functie te volgen. Aan die functie te voldoen. En de tweede naam? Dat is ook mijn andere steun en toeverlaat. Swien is mijn schwanzuster, is de vrouw van Ron, van mijn broer. En Swien is gewoon, ja, dat is mijn, ik zeg altijd mijn pupke, hoe ik geld van houd. En als ik het einde gun, is het Swien wat neven mij steed en wat ook alles met ons in deze tijd is het zo schwan om deze dingen zo te mogen ervaren en met te mogen blijven. En ja, dat gun ik Swien van harte. Dat is gewoon prachtig om dat samen met te maken. Chic. Ik denk dat we dit gaan aannemen als presentatie bij de Omroep Stijn. hebben ze ook een leefspreuk? Want dat is altijd wat voor de eerdere prins vragen. Maar een prinses heeft die ook een spreuk. Ja, zeker. Met heel veel spas, veel muziek, vieren samen de vaste lovend in ons waterratteriek. Chic, maar dat doet je niet alleen. Je hebt ook nog een hoop jeugd bij je.
En daar gaat Mirjam even mee. Ja, ik ga even thuis nog instaan. Ivy is een klein. Ja, super, zo gaat dat. Hartstikke goed. Luca de Eerste. Wie is dat om in plaats van even een prins, even een prinses te staan? Ja, het is heel raar op het begin, want ik dacht, dit is een grapje, maar maar toen ik de naam op het kleed zag staan, toen dacht ik, dit wordt een geweldige vastelovend. Dat wordt een geweldige vastelovend. Dat lijkt nogal een klein beetje druk bij Merlou. Maar dichtbij is ook een grote vastelovensvierder, of vergis ik me dan? Ja, ik druim al mijn ganse leven om jeugdprins te worden. Dit wordt het laatste jaar terug een kans maken en toen ik zei, hoe is het jullie ambitie? Wie lang werd ze dan? 2 weken, dus ik moet wachten. Eerste prins, eerste uitgeroepen wordt ze? 2 weken veel terug uitgeroepen. Dus en dan kent ze het nog wel een klein beetje hoe het geheim houden toch? Of veel het toch een beetje tegen? Nee, dat is een aardig geluk. Aardig geluk. Toen hebben ze ook een adjudante bij zich, wijst dat? Evi. En wie kent ze die? Die zit bij mij in de klas. En dat is een goeie vriendin van die? Jo. Evi, best een goeie vriendin van? Ja. Nou, de vaste lopen, is dat goed. Doe heb ze vast ook een lijfspreuk. Ja. Laag springen, geneten, roos. Dit jaar gaan we in het water al 3 helemaal los. Nou, dat gaat hartstikke leuke ton met dit prinsenpaar, want zo gewoon ik het toch nemen, hè? Ja, ze noemen het toch prinsenpaar van Wermond. Prachtig gebied die vooral aankomen. En die gewoon tegenwoordig niet alleen op stap, die hebben dan ook nog een zanggroep bij zich. En dan gewoon voor dadelijk, als ze de bühne hebben vrijgemaakt, nog kijken, want dat zijn de winnaressen van het liedjesconcours in Wermond. Toch gewoon voor nu de bühne van vrijmaken. Ik wil zeggen ook tegen u een geweldige vastelovend in Wermond. Kom zondag even naar de optochten in Steen of Eilse kijken, want die zijn tegelijkertijd. En maandag dan mogen de rest allemaal naar Wermen komen. Op de laatste wagen en trotse Marou. Goed. En een geweldige vastelovend voor je allemaal. Oké, dankjewel. We gaan even de bühne vrijmaken en dan gaan we weer met de volgende act. Zo, dat zijn voor wie de volgende act. Ik sta nu tussen 5 stralende dames in. En die zult je later met de carnavalsdag ook nog een keer op tv zien. We gaan vooral een uitzending maken van het liedjesconcours in Urmond. Maar je krijgt nu alvast een voorproefje, want deze damesgroep, die hebben het concours gewonnen. Yes. Wie wordt het? Ja, onverwachts. Maar ja, dat vind ik het gewoon heel leuk om mee te doen. Waarvan je niet gedacht hebt van, dat als eerste moet zo gebeuren. Dit is een hartstikke mooi verwacht. En dan neemt de groep zich neer te snappen. En wie doet slag bekend wordt, wisten ze het nog niet te snappen. Hè? Er wordt toch al die juryrundes. En toen de meeste punten gescoord. Door het wel te snappen, hè? Nee, ik heb het maar niet. Maar meestal is het zo, de anderen die ons niet snappen, dan lijkt het weer niet te snappen. Zeg, Urmond, het is een veelzijdig dorp van we juist Marlou gehad. Met Marielle als ex-prinses. Ik denk, we zijn ook wel een ex-prinses, hè? Ja, dat klopt. Mineprins van Peter de Vrienden. Je loopt uit Urmond, de vierde is ook een aankomst. Maar nu is het een zanggroep, hè? Ja, nu al het vierde jaar. Maar goed, we hebben eigenlijk altijd gewoon met door de buurt rond de straat. Dat is het vooral bekend met de buurt. Ja, we hebben de buurt. Maar op een gegeven moment hebben ze van, wel als dames willen we ook weer een liedje brengen. Chique staat. Er werd ook een danspie. Vanwege allemaal clipmicrofoontjes onder de kleren ingeduwd, dus dat je de handjes free hebt en dan kun je lekker een nummer gaan brengen. Wie had het? Of wie had het? Dood met ons met. Dood met ons met. Dus ook nu in de zaal, wat je op televisie niet ziet, die mogen dadelijk best gaan meedoen. Succes voor de dames neer te snappen. Schon nicht.
Met de dames van neer te snappen, meisjes ook hier weer heel veel succes in de toekomst met al die extra optredens wat je nu hebt gekregen met het winnen van het concours in Urmond. En dat is eigenlijk ook meteen een visitekeertje voor het concours in Urmond. Ik zeg het al joren, God ons in een avond heer, het is altijd spektakel, veel humor en chique leedjes en dat is vanavond weer bewezen. Dank jullie voor de bijdrage hier op deze prinsenpresentatie en later zijn voor het concours ook nog op tv. Dankjewel. Ja, kijkers, hier naast mij en achter mij inmiddels op het podium gekomen de senioren van Stijn met Prins Job in het midden. Hartelijk welkom hier in Meis. Ja, dankjewel. Ja, Prins Job, wie is dat dan prinsenzin voor de senioren? Oh, dat is een heerlijk gevoel en ik vind het fantastisch. En wie lang weet je dan al dat je prins ging tweren? Dat hoor ooit. Mijn jongensdruim is geweest. Wie ik een kleine jongen was, wou ik eens heel graag prins werden. En dat droom is nu uitgekomen. Het is heel leuk en fantastisch. Doe word je heel jong? Ja. Mag ik vragen wie jong dat je nu zit als prins? Nou, ik ben bekans 78. Dus het heeft wel lang geduurd, maar ik ben het toch geworden. Als het lang duurt, dan heb je zo gaan gaan. Dat is zo, dat is zo. Rim, de voorstaan, de neven. De keuze voor Job wordt gemakkelijk gemaakt? Dit jaar wordt heel makkelijk. Want op carnavalsdinsdag, toen kregen we een briefje van Job. En geen mocht dat zien en horen. En toen werden ze aangemeld van, hey, ik wil prins worden. En dus in september, augustus, september... Toen zijn we naar Toes geweest en toen waren de keus heel goed beslist. Alleen, we moesten zorgen dat er goed in de pak kwam. Dat er dus netjes een steen in de vuurste. Ging dat. Maar als ik dat zo bekijk, dan is dat hartstikke goed geluk. En hier heb je afgelopen zonnig, of nee, de zonnig, heb je de receptie gehad. Druk bezocht, heb ik begrepen. Ja, inderdaad hoor. Enorm heel veel steindoneren en boete steindoneren. Alle carnavalsverenigingen worden aanwezig. En dat vind ik heel fijn. Wat heb je nu binnenkort nog op het programma staan? Oh, we hebben een ganse wachtlijst op het programma staan. En we moeten heel hard werken voor dat af te krijgen. Nou, dat is goed. Ongetwijfeld heb je hier ook als bejaardeprins, of seniorenprins, zo moet ik zeggen. Hoe fout. Heb je hier vast ook een liefspreuk? Ja, die heb ik zeker.
Met de carnaval gaan we allemaal door het dak. Dat is mijn wens en ik zeg Tobi, alaf. Goed, dus de senioren die gaan met de vastelovend door het dak. En volgens mij hebben we ook nog een steindenaar en een steinder artiest die door het dak gaat. Rappe Peti. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ik ga plaatsmaken, want toe gees een geweldig liedje zingen. Dat hoeft ook. Ja, natuurlijk. En iedereen kan meedoen. En het podium is voor dich. Dankjewel. Mijn vaste love schat, wat een aardig meisje is mij dat. Ik ga met haar vaste love vieren, met mijn schat door Limburg zwieren. Mijn vaste love schat, zwaar een meid heb ik nooit gehad. Dat meisje blijf ik trouw, omdat ik zwaar veel van haar hou. Met vaste love trof ik een meidje, zie wat prachtig blond. Dobby houdt zijn jeltje van figuurtje, dat draaide drie dagen rond. En Dobby nog te leven lacht, om ik volledig in zijn macht. Mijn vaste love schat, wat een aardig meidje is mij dat. Met mijn schat door Limburg zwieren. Mijn vaste love schat, zwaar een meid heb ik nooit gehad. Dat meidje blijf ik trouw, omdat ik zwaar veel van haar hou. We gingen oosten aan wie het wij verleefde. Ik dacht, wat is dat stom? Ik voelde dat ik razelde en beefde, want dat sloeg in wie een bom. En ze zag toen nog dingen mij, de carnaval vier ik met dich. Mijn vaste love schat, wat een aardig meidje is mij dat. Ik ga met haar vaste love vieren, met mijn schat door Limburg zwieren. Mijn vaste love schat, zwaar een meid heb ik nooit gehad. Dat meidje blijf ik trouw, omdat ik zwaar veel van haar hou. Wat een aardig meidje is mij dat. Ik ga met haar vaste loven vieren, met mijn schat door Limburg zwieren. Mijn vaste love schat, zwaar een meid heb ik nooit gehad. Dat meidje blijf ik trouw, omdat ik zwaar veel van haar hou. Dat meidje blijf ik trouw, omdat ik zwaar veel van hem hou. Dankjewel, fijne vastelavond. Zo, en dan zijn we weer bij de volgende vereniging aangekomen. Nieuwdorp, ja, ook een vereniging die flink aan de weg tummert. Hè. En ja, binnenkort, of binnenkort, de komende jaar, ja, naar een jubileum toe. Hè. Pascal Dankloof, de voorzitter. Wie zijn de plannen? Ja, daar zijn we volop mee bezig. 2020 is ons 4x11-jarig jubileum. Daar zijn we nu wel aan de achtergrond natuurlijk een beetje mee bezig, maar dat is nog meten. We zitten nu in het seizoen meugentien en dat is volop lopende, dus open water. En na de carnaval dan hebben we dan nog tijd om het volgende seizoen weer in een werpje te genieten. Ja, ik loop alvast vooruit op de zaken, want grote gebeurtenissen werpen een schaduw vooruit. Hè? Dit jaar... En een verrassende prins, mag ik dat zo stellen? Het zit in de familie en de wallen zijn in de bukken. Ja, inderdaad. En niet alleen Noes en Zijs hebben ook een
inderdaad zijn broer John, hè, dat is prinsgewijs. 11 jaar na dato is de jongste van een, zal ik zeggen, een Oeense prins bij ons uitgebroken. Precies of het zo moet zijn, is dat 11 jaar, want John wordt zijn getrokken nu getiend, dus dat wordt 2008. 11 jaar na dato. Dat hij er zelf ook nog niet in de gaten, de avond dat er uitgebroken was, dat onhoudt. Precies 11 jaar naar mij. Ja, inderdaad, John, dat klopt. En aan de andere kant weer even goed in de wagenboemerscategorie, waar de vorige overal verschillende keren in de prins uitgekomen is. Dit jaar weer. Dus ja, zeker. Misschien verrassend, maar ja, wel verrassend. Maar dat is even aan toe. Want Donald, ja, voor dich heet het dan. Dus, kijk, hoe hebben die de over? Het geeft voor dich. Donald, ja, uit een prinselijke familie dan geboren, hè? Ja, prinselijk bloot, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ik weet niet of papa ooit een keer prins of prinses is geweest. Van dich. Nou, de lieve meis, die weet dat nog. Maar die meis is ooit een keer een jaringprinses uitgeroepen geworden. Zo is in de jaren 80 geweest. En dan wordt mijn man de eerste jaringprinses. Ik denk dat het dus ergens ook een oorzaak gehad hè. Ja. Maar ja, dit is prins. Ja, dan kom ik even toch terug op Tine Broer, wie der prins is geworden. En zeker dan als het dat kans jouw wetmaakster van die kant. Komt toen die wens ervoor dat ook al langer weer dicht? Nou ja, ik moet al samen met CV de Klotske, dit jaar 32 jaar kanonswagens, spelwagens. En ja, maar goed gedaan, dat is echt. Maar als er ook mij met bezig was, dan vreugt dat vanzelf. Dat we, wie mijn broer het hoor, heb ik wel het sluis metgekeken. Ja, maar dan toch ergens links rechts wat te vallen van dat hoor ik het voor mij? Ja. En dat hebben ze weer nieuw dorp opgevangen, hè? Want ja, Emus of een paar man van de Prinsencomité, die zijn bieden geweest en dan toch komen vragen, hè? Ja, vragen. Moet ik naar Pascal kijken? Nou, dat geeft eigenlijk, bij nieuw dorp geeft dat anders. Die vragen, wordt dat niks voor dich? En een keer of zo zomer. En dan uiteindelijk zeg ik van hangens aan mijn vrouw vragen. En dan krijg je vanzelf wel het antwoord. Pascal, ging het zo? Net zoals ik vorig jaar gezegd heb, voor de prins van Nieuwdorp op moet gezeukt worden, of nee? Ja, dat is een begrip binnen het Steinsen. Er werd dan gekeken, hoe is het schoon proces, en er werd de prins gezeukt. Donald. Daarna is al een jaar of 20 geleden moeten komen. Ja, maar dat hebben ze nog altijd een schitterende prinses. Dus, jawel, jawel. Maar dan nog even gewaad, jongens. Dat steunt me. Zoals je jeugdprins geweest, noemen ze een gewaad prins. Dat is ook mooi. Pascal, wie vindt het? Eigen woord, ja. Echt super. Ja, het best dan met zijn feestbeest getrouwd. Voelt ze het een beetje aankomen dat geen in een keer gebeuren? Ja, joh, al een paar jaar geleden. Nou, we hebben echt goed gesproken. En dan geeft ze hem steun. Ja. Nu is een erge vraag, wat is het in het dagelijkse leven zonder reclame te maken voor een firma? Nou, ik heb een eigen bedrijf. Oh, dat voorkomt wel een lachje. En ik zit in de duurzame energie, zonnepanelen, klussen en verbouwen. Hey, een druk baasje, dus dan is Pascal al nog met geld bezig of moest hem assisteren? Ik ga assisteren. Ja, een druk koppel, dus je zet het leeg, dus je brengt het leeg in Nieuwdorp. Hè. Ja, voor zorgen dat jullie een staan kunnen overhouden. En dan even bij jou nog tijd voor hobby's? Ik probeer tijd te maken voor de carnavalswagen te boeien met de jongens van CV in de Klotskerm. En in Neven ben ik al 20 jaar het Steinse brandweer vrijwilligerskorps. Dan kennen de meeste jullie ook al van en door ook de act een beetje opgeboet, hè? Een beetje royaal. Wie doet roepen van ik waar ook de brandweer van Zuid-Limburg aanwezig zijn. Ja, dat klopt. Dat wordt ook einde van mijn wensje dat die jongens met mij metkomen voor de uitreuping. Nou, die beelden hebben inmiddels op tv Omroep Steen kunnen bekijken en wie er allemaal naartoe is gegaan. Vergon ik natuurlijk een chique vastelovend wensje. Maar een spreuk, die zit er natuurlijk ook aan, hè? Vervolgen. Nee, ik hou heel erg het spreuken. De meeste worden 18 plus, dus ik moet er nadenken over normale. Maar mijn lijfspreuk is, met de scepter in de hand en de steek op de kop, ga ik met de jongens van 7 Nieuwdorp deze vastelovend voorop. Zo is dat maar net. En dan komt er ook lekker met u een stukje muzikaal. Nou, trouwens, hebben ze zich ook nog mensen? Of willen ze jullie in Steen nog gaan toespreken? Nee? Oké. Voor volgend jaar weten we nog niet wie de prinsenpresentatie gaat lopen, want we kregen een fusie op mediagebied.
Maar ja, van Kommen Geren natuurlijk ook volgend jaar, na dat jubileumjaar op Nieuwdorp-Baan, hebben we er zullen we zeker aandacht aan gaan geven. Wie dan wel gaat weer, dat weten we nog niet. Maar we hebben voor u ook een paar artiesten uitgenodigd die regelmatig bij u feestavonden zijn, prinsenuitreupingen en zo. En dat zijn twee richtige steender jongens. Ze noemen zich de Tatermenkes en de Goffer de Geer, de buurt voor vrij maken. Henk en Joop, voor u het liedje voor CV Nieuwdorp, voor Donald en Pascal. Ik kom aan de ziekant en Geer aan de gang. Jarenlang drömde hen om van ons prins carnaval te zien. Men was, nee, was, oor hege vrouw, voor je ze huis te min. Maar op een koude windje nam, hij lag al in zijn bed. Toen ging op eens de telefoon en een stem die deelde. Hallo, ja hallo. Henk Joop. Ja. Hier met de Prinsen Keuzecommissie. Ja, ja. De carnavalsvereniging. Ja. Dekker in. Dit jaar, daarom geen ben je. Nee. Wil steeds meer onze prins weren. Prins carnaval, prins carnaval. Het schoonste dat besteed. Ik ken niks anders bedenken, wat dan nog boven geeft. Prins carnaval, prins carnaval, joh dat is super gaaf. Het is de droom, joh de droom van iedere man. Allaf, allaf, allaf. Het is de droom, joh de droom van iedere man. Zweefde van geluk. Hij houdt zich kandidaat gesteld. Nu koos hij niet meer druk. Zijn vrouw die wist nog nergens van. Dat zag hij aan haar gezicht. Toen fluisterde hij zacht in haar oor. Ik ben voor een carnaval. En dit was mijn prinsesje. Prins carnaval, prins carnaval. Het schoonste dat besteed. Ik ken niks anders bedenken. Wat dan nog boven geeft. Prins carnaval, prins carnaval. Jo, dat is super gaaf. Het is de droom, joh, de droom van iedere man. Allaf, allaf, allaf. Het is de droom, joh, de droom van iedere man. Allaf, allaf, allaf. Prins, prins carnaval, prins carnaval. Och, wat is dat fijn. Ja, drie dag lang klinkt hier dit refrein. Prins carnaval, prins carnaval, het schoonste dat besteed. Ik ken niks anders bedenken, wat dan nog boven geeft. Prins carnaval, prins carnaval, ja dat is super. Het is de droom, ja de droom van iedere man. Allaf, allaf, allaf. Het is de droom, ja de droom van iedere man. Allaf, allaf, allaf. Allaf.
hier inmiddels weer op het podium verzameld de saaileren van Eerste. Welkom, dames en heren. En je zit met een behoorlijke delegatie, want je hebt natuurlijk niet alleen de grote prins, de jeugdprins, maar ook de senioren. En daar ga je Ton dadelijk met kallen. Ik wil hier met dicht beginnen, want nu als vorst natuurlijk een goeie prins gevonden dit jaar. Drie goeie prinsen gevonden natuurlijk dit jaar. Hè. Dus alle drie is allemaal op beurs op één week. Op zaterdag gewoon, ze gaan op zondag, dan komen die allemaal achterheen. En ja, dat geeft vanaf dag 1 geeft dat fantastisch. Dus altijd gewoon als ze met z'n drieën bij een zijn, als zij zondag om is, als de jeugdprins er ook is, dan kunnen ze met z'n drieën gaas gaan geven met de carnaval, met de vastelavond. Ja. Maar zo'n zoektocht voor zo'n gewone grote prins, en de jeugdprins en de seniorenprins, wie geeft dat in zijn werk? Wie lang duurt dat bij jeugd? Dat is voor iedere drie is dat geen angst. Voor de grote prins is er een prinsencomité en die gewoon ergens zo rond oktober, september, lokale van zoals ze dat willen, zoals ze dat niet willen. Voor de jeugdprins wordt gestemd door een heel aantal mensen, waaronder met name ook de eigen jeugdraad. En voor de seniorenprins wordt ook uitgezocht door een prinsencomité. Dat is heel schoon. En dan gewoon ik nu naar de grote prins, Bart. Als de eerste binnenveurs, dan kent ze het niet missen, hè? Nee, daarom. Ik ben zelf niet zo heel groot. Ik denk, ja, dan moest ik wel een beetje profileren door duidelijk op te hangen. Ja, te zeggen, een eyecatcher mag ik zeggen. Dat hebben mijn vriend prachtig geserfd. We hebben het hoes uiteraard op de Koolweg. En ja, echt chic. En ik ben echt trots op dat ze wat roet zijn. Op het moment dat ze, wat dat hebben precies gewerkt van de voorzaak, in september, oktober, november komen gewoon kieken van waar we willen. Hoe lang wenstig dat ze prins beurs dit jaar? Ja, ze worden het later. We zijn natuurlijk niet voor niks saai leren. Hè? Dus ik kreeg dat medio november de vraag. En daar heb ik toch heel even over moeten nadenken. Daar ben ik jaarlijk in. Ik heb ook een eigen zaak wat ze dan natuurlijk toch moest gaan runnen. Maar ik heb met mijn vrouw het samen verlagen. Ook helemaal nemens verteld. Dus ook mijn kinderen niet, de familie niet. Dus ook mijn personeel niet. Dus ik heb dat lang stilgehouden. En dat levert enorm veel voorpret op. Want ja, ik ben kantinebeheerder bij de Schwaanse Club van gemeente Stijn, bij SV Haslo. En er was natuurlijk veel kal aan het buffet. En wij worden prins en dit en dat. En ja, dan ligt zichzelf alleen maar van binnen te bescheuren. Veel binnenpretjes. En ja, het is dus gewoon geweldig om dat traject dan mee te maken. En, de prinsenuitroeping zelf ook. Ik heb mijn familie, zoals je zag, niks gezegd. Toen er het mom van de verjaardag van mijn dochtertje allemaal toe uitgenodigd op de zaterdagavond. Ik heb zelf een prinsenfoto uitgeprint en die mijn dochtertje cadeau gedaan. Dus ja, iedereen veel van zijn stoel wie ze dat natuurlijk zagen. En weer een geweldig moment. Toen naar het Maasencentrum is het daar was uitgeroepen voor zwaar van u, zwaar van enthousiastelingen. Ja, dat is een en al kippenvel. Dat is ongelooflijk. Dat moesten metmaken als prins. Iedereen wat prins is of is geweest zal dat kennen, beamen. Echt een fantastisch moment. En vanaf dat, dan ook om Jode bij. Even later dien. Wat ook bij Haslo voetbal. Het is geweldig, fantastisch. Ik kan er niks anders van maken. Verdicht dus ook eigenlijk al een hele lange droom om prins te worden. Of toch niet? Nou, ze hebben mij ooit eens wie, ongeveer de leeftijd van de prins van Stijn, hebben ze mij ook eens gevraagd. Maar toen zorg ik dat het gaar niet zit. Ik wou altijd mijn eigen gang gewoon. En ben al een belegerende prins. Hè. Maar ik denk, dit is toch once in a lifetime. En dat kent ze gewoon niet laten zitten. En ik ben blij dat ik dat ook niet gedaan heb. Want nogmaals, het is prachtig, fantastisch. Je bent hartstikke enthousiast. Je hebt pas ook een geweldige liefspreuk. Heb ik ook, Als richtige Eelsenaar ligt de vastelovend mij nou aan het hart. Zeer zeker dit jaar, als uge prins Bart. Enorm gewaagd en onbeschrijfelijk chic dat ik regeren mag over het saaie leere riek. Samen met u zal ik de 111% vergaan en zal de vastelovende Eelsen altijd blijven bestaan. Alaaf, alaaf, alaaf. Dat is nog eens een spreuk. Zelf geschreven dan. Geweldig. Maar dat is sowieso al zaks, hè. Je bent natuurlijk niet alleen.
per Gabby en een andere kind staat de jeugdprins, prins Dien. Dien, proficiat. Dankjewel. En wie wünscht dich dat? Wie niet wist dich? Du bist gestemd. Voor dich hebben ze gestemd. En was ze daar zelf bij? Heb ze zelf mogen metstemmen? Wie geeft dat? Ik heb zelf ook metgestemd. En ja, en toen kwam ik goed. En toen kwam ze goed. En wat deed dat met dich? Wordt Jeltje? Of is het nog immer een beetje ziek? Is nog steeds ziek. En du bist uitgeroepen op een zondag, als ik me niet vergis. Ook met een schoon act. Vertel eens, wie was dat? Ja, het was van de dwazen van de woestijn. Geweldig. Dus ze hebben dich, de dwazen, die hebben dich uitgeroepen. Die zijn dich gewoon zeuken. Ja. En du hebt zich ook een lijfspreuk. Oh, dat heb ze hem opgeschreven. Dat vind ik gewoon slim, vond ik. Lees hem maar eens voor dan. Nu sta ik hier met het drinken goed. Dat lag ik hier niet meer van mijn schiet. Het wordt jou spannend, maar nu ben ik blij. Als jeugdprins dien, sta ik nu hier. Met de jeugdraad knallen weer vol de rok. En zetten we gans Else 3 dagen op de kop. Alaaf, alaaf, alaaf. Dat is nog eens een lijstbreuk. Zowel van de grote als van de kleine prins, maar we hebben nog één in de ton. Ja, Elsen is goed vertegenwoordigd en dat hebben allemaal in één keer op de bühne stond. Dat is elk jaar weer een prachtig pleetje. We hebben die Jo en Annelies stond en gewoon even de man achter de schermen, een klein beetje naar voren. Johan Visser, ook een seniorenprins, de man die momenteel de club behoorlijk begeleidt als voorzitter. Vorst, mag ik het ook zeggen, hè? Vorst. Johan, hier zit er dit jaar ook voor ingeslagen en een goede prins te vingen. Ja, ik kan ze wel zeggen. Hè. Want ja, grijpt voor jou Marije Ubaks, een geweldige prinses. Ja. Urmond heeft dat nu afgekeken. Geen woord toch over. Maar ja, toch wel een goede prins. Hè. Jo, ze deed heel goed zijn best. Ze gaat goed voorop. Jo, gaat goed met hem. Ja, Jo Meebes is het geworden. Hè. Jo Meebes, ja. Jo de Veerde. En waarom? En waarom? Ja, het was in een droom altijd geweest. Dat is een leven van je droom. En wij hebben ze gehad dus als commissie, hebben ze gehad van nou vergunnende vragen. Of het misschien zou willen. Ook juist wie waard heeft, die nog over na te denken. Wat direct op. Dat kunnen we nog gedaan hebben. Goed, ik ga even naar hem toe, maar verwijten. Jo, de hubs gaat problemen met de stem, hè. Dus, Annelies, kom even bij ik. Prinses de weer bij de senioren. Ja, daar hebben ze ook al zoveel meisjes van tevoren op de bühne zijn gestoen, hè. Dus ook meteen een beetje beginnen te kriebelen van, ik zou dat wel eens weer met jou willen metmaken. Nou, die wens eigenlijk even wat die voor kunnen, als ze gemeld dus. En ja, het is ook toch wel min of meer huis in een ruim geweest, dus ze hebben steeds vanzelf achter. Maar... Op je geeft het me bellen, dus datgene zuid dat Johan aanbelde zo, hè, dat je niet getrapeerd werd. Dat is de bedenktiet dan. Nou, het Rijn komen ze me zo bezoek. Moet je hier echt even bedenken, nu ja. Nou, vader. Ja, je hebt hem toch uit op een gave. Oh, ja. Maar toch wel goed bevallen, hè? Jo. Vind je het alleen als het geschiet is? We hebben weer een hele mooie zitting gehad, hè, met de act voor Doedropen dan, hè. Met ja, een gigantische mooie act. We hebben daar heel korte beelden van op tv al gezien, hè, met de normaak Jo en Lisette. Ja, dat was echt fijn, ja. Dan komen we in ieder geval op een gegeven moment een heb prins uit, hè. Die kost het niet weer om door, veel te jong, hè. Want het was toch 60 plus in, hè? Ja, blijkbaar wel, maar de waters toch zal die alweer toch op jou gegok. Ja. Gond ze er lang rond, dat je kanshebbers wordt? Nee, dat niet, maar aan het model van hem te zien. Houden ze zich uit van de waters, zullen die houden zich uit van, dat kost jou wel eens, hè. Ja. Het wordt ook de nepperjaars nog. Ja. Goed, het is hartstikke chic geweest. Dus één vraag die ik elke keer op één prinses stel. En die heet. Mevrouw Van Hem, hij heeft het al een keer met gemaakt. Die zei één woord en toen heb ik nog gezegd. Eén vraag is vandaag voor u. Wie is het met een prins naar bed te gaan doen? Chic. Ja. Net zo kort als wie de vrouw van Johan 2 jaar geleden zei. Maar goed, Jo.
verwijten, voordat de analyse even het woord doet, maar ik heb het op de presentatie ook gedaan, heb je het roepen. De spreuk, die kunt er nog wel uit hebben. Vergoon het toch door, hè. Vrucht de microfoon. Ik, Prins Jo, de vierde, uit de Gravenstraat. We nemen je met in de maand. Dan kom ik achter me aan en zijn we naar de Weerse Wind. Dat wel. Versailles met Jo en Annelies met uiteraard de Grote Prins, Jeugdprins. Het is prachtig. De officiële statuten, er zit een beetje scheiding in, maar het is toch één grote Sahelclub. We zien hier bij Einstein. Dit is Else ten top en daar mogen we trots op zijn. Maar, dat is meer dan Else, dat is meer dan Else. Die hebben op het begin van het seizoen altijd een liedjesconcours in het Trefpunt. En dit jaar ook weer een stuk of 11 deelnemers, moet ik even naar Roy kijken. Hè? 8 deelnemers. En er is een duo geweest, die hebben dat gewonnen. Die weten wie dat geeft, die hebben je vorig jaar ook al gewonnen. En je zegt, wauw, dat is chic, kom voor nog een keer door. Vanavond doet je niet meer, of bij deze opname staan. Het duo gaat heel slechts, maar ze slechts zijn die helemaal niet, want anders hebben ze niet gewonnen. Die heeft vergeren op de bühne gehad. Joep en Stefan, verkennen ze allebei wel, want Stefan is net afgetrooien als prins van de Sahelaire. Hij was het vorig jaar. En Joep, dat kennen we allemaal als burgemeester, maar is vandaag een vervangend burgemeester op de vijfde plaats. Als wethouder stond ze nu op de bühne als duo gaat heel slechts aan u, de camera's, en voor u het winnend liedje van dit jaar uit Else. Dank u wel, Tom. Goed hof! Hoppa! Ik woon met de fiets op weg en mijn bank die lippen leg. Ik dacht wat moet ik doen? Struinde toen de strotten af, werden de regens al af de kroeg. Ik moest schatten leven, maar ik wist niet wie. Gelukkig steeds ik niet toen in mijn brief. Ik trok streeg met en zong zoet volle boot. Opgelet, zwaf hier ze was de loven bed. Kom trek die schoonste pakske aan en zijn er hoe muziek in zit. Opgelet, zwaf hier ze was de loven bed. En om erin de polones, zoals je zo nu is er al lang niet meer geweest. Willy is hier niet bekend en hij raakt me niet gewend. Ik denk hem niet goed. En zie ik hem dan weer staan, vroegen met mij met de gewoon veergoon droboet. Ik ging hem aan een tel van goud tot drie. Je Willy in de polonaise voorbij. En dan zing iedereen weer met het volle boel. En de gombers opgelet. Zwavierste was de loven bed. Kom trek die schoonste pakske aan en zeg er hoe muziek in zit. Opgelet, zwavierste was de loven bed. En loop met in de polonaise. Zwaar Chaminou is er al lang niet meer geweest. En dan la 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 met z'n allen. La 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 la. Opgelet, zo hier ze was de love met. Kom trek die schoonste pakske af en zeg er hoe muziek in zit. Opgelet. Zo vies en was er loven met. En ook met in de polonaise. Zo schoon wie nu is er al lang niet meer geweest. Zo schoon wie nu is er al lang niet meer geweest. Wat zei?
Zo kijkers, we zijn weer bij de volgende vereniging aangekomen. Dat is altijd de club die als laatste hun prins bekend maakt. En dat zijn de Lombokkers uit de Berg Nattenhoven. Zeg ik het goed zo, Erik Scheijen? Ja, perfect. Officieel zou het Nattenhoven Berg in de Maas moeten zijn, maar het is, als ze allebei de plaats mag genoemd worden, dan is het voor ze nog. Oké, ja, als ze van Stein aankomt, dan komt ze eerst een berg en dan gaat ze naar Nattenhoven. Dus zo doen ze het op die manier. Maar goed, goedgekeurd. Hier, heb altijd gaat langer de tijd, denkt men dan, hè, voor het Prins Uitruppen. Maar is toch ook al op tijd bekend naar me gaan, bij jeugd? De nieuwe. Er wordt vorig jaar carnavalsmaandag eigenlijk al bekend bij ons, bij de Prinsencommissie. Dus wat dat betreft hebben we dit jaar niet al te veel moeite gehad om ons keus te maken. Dus het wordt makkelijk, het wordt snel. Ja, en alles wat snel is, dat is goed. Hè. In dit geval wel, want ik ben bij de Uitruppen geweest. Het wordt met gejuich ontvangen. Hè. Ja, heel, het wordt geweldig. Het wordt het was een super uitreuping inderdaad, wie ze zei, dat ben zelf daar geweest. Ik was ook daar toevallig. Ja, en het was een geweldig gezellig bijeenkomen van een hoop carnavalisten. En ja, met dit geweldige pleitje als resultaat. Ja. Ik ga eens naar dat geweldige pleitje. Ja, het Schwanse pleitje staat niet even te gaan. Ik ga het toch even even stellen, mag dat? Ik heb het geluk dat ik er ook mag. Dus. Dan kom je bij het prinselijke paar van de Lombokkers. Ja, ik ga altijd eerst naar de prins, maar ja, het is zo'n charmante prinses, dus Bianca, ik blijf even bij dicht hangen. Wordt dat bij jou ook een wens van een ooit een keer? Nou, het was niet zomaar een keer. Peter had eens geroepen als ik 50 werd, en dat is op carnaval zonnig, ja. Dan gewoon ik heel graag prins werden. En toen had ik gezegd, dat is natuurlijk wel eigen een droom, is al eens jeugdprins geweest. Dus ik dacht, dat vind ik goed. En hij zei, maar dat ga ik niet alleen doen, dat wil ik samen doen. En daar ben ik met ingestemd, dus vandaar het verhaal. Ja, heel leuk. Chic, hè? Geweldig, ja. Vind ik echt geweldig. Ja. Peter, je hebt nog altijd dezelfde smile op het gezicht als wie zo uitgeroepen wordt. En dat is er al een tijdje geleden. Ja, men moet altijd lachen. Dat is echt het belangrijkste in het leven. Maak spas en plezier. Het zit geloof ik ook in die spreuk die we straks kregen te werken, hè? Want dat wordt een hele mooie. Peter, ja, Bianca zei het al. Al lang in de wens, wat best ik, want dan komen ze uit een ander nest, wat best ik een keer jeugdprins geweest? In het Katerriek in Houten. Ja, in 1980. Dat zei je vergeven. Ja, maar ik heb een goede keuze gemaakt, ik ben naar Berg gekomen. Dat is een hele goede keuze. In Berg is het goed toeven, is het goed wonen, is een leuke vereniging. En om daar dan prins te weren, dat is chic. Ja. Bianca zei het al, het eerste wat ze me zei is, hebben je me kon voorstellen van Ton Lexus van Omroep en de komt ze bij de prinsenpresentatie. Ik ben op carnaval zondag jurig en ik word 50. Wat ga je dat geven? Ik heb op zaterdagavond een café afgehuurd, dus het wordt lekker druk daar en we maken er een gezellige avond van. Dus bij deze zit je al afgemeld voor de optocht van Stijn en Elsen, hè? Daar zit je er niet aanwezig. Jawel, we gaan toch nog even van Stijn herkijken, hè? Jazeker. Dus je alle geweld door, dan moet de prins van de Buk, die is een strakke liegwijs, even goed langs de kant kijken wat hier stoort. Hè. Maar je een maand dat je er wat maakt. Volgens mij gaan we gewoon een pak, dus dat zal ons zeker zijn. Prins Yves, het wens wat ik te doen sta, bij deze naam. Ja, zijn organisatie, is het allemaal te combineren met het werk, want hoe doet je in het dagelijkse leven bijvoorbeeld? Ik werk in Heerlen, in het geboortecentrum in het ziekenhuis van Zuiderland. Ik ben in november al naar mijn baas gegaan en ik zeg, ik heb eigenlijk een beetje een geheim wat ik met je wil delen, wat ze tegen nemers mag zeggen en dat hield in dat ik vuil vrij moet hebben. En dat vond ze goed. Oké, die heb je een half woordje nog gedaan. Hè. En Peter, wat is tegen in het dagelijkse leven zonder reclame te maken? Ik ben kwaliteitsmanager, ik zet heel veel in de papieren en ja, zorgen dat iedereen zich aan de procedures en de werkzaamheden hield. Zo gedaan papier op in werk. Nee, maar dat schiet wel aan een stroot, want dat moet morgen opgenomen. Ja, ja, ik zit in de papieren daar. Ja, ja. Ja, dan kan ze het nu door, dan kan ze het ook weer oprollen. Dan hebben ze dubbel geld verdiend. Zeg, Geer gaat de optocht metmaken op dinsdag. Hè. Zoals ze een oproep willen doen aan de kijkers. Kom kijken, want in een van mijn punten in de proclamatie heb ik gezegd, verhopen dat Geer doet metlopen. Maar staat je op de stoep bijeen, vind je dat ook heel erg fijn. Ja, dat zat al in de proclamatie. Hè. Dus ook voor de kijkers van nu, van deze uitzending, van harte goed genoemd om de optocht een
Nathan Overberg, hè? Die meneer, goed gezegd Erik, te komen bekijken. Dit is een korte, maar wel een gezellige. Hè? Ja, en voorop op goed weer, en dan kunnen we alles goed. Goed, hier hoef ik niet alleen te doen. Oh ja, de spreuk hè, wil ik wel nog even weer. En dan ga ik Mirjam nog even, want hier heb je een prachtig jeugdpaard erbij. Dan ga ik Mirjam zo met de gang. Peter, die spreuk. Maak pas een plezier, want u leest maar één keer. Ik vond dat een korte, maar een hele mooie. Dankjewel. Mirjam. Ja, hier neven mij staat nog een prinsenpaar. En dat is prins Miguel en prinses Lissa. Hè? Dat zeg ik toch goed, hè? Jo, zit ze gewoon voorzichtig. Miguel, prins weren. Wie lang woont ze dat al? 2 jaar. Wil je liever Nederlands spreken? Ja. Oké, dan praten we voor jou Nederlands. Maar hoe lang weet je al dat je dit jaar prins wordt? Een jaar. Een jaar. En zo lang heb je dat geheim moeten houden. Hoe is dat om dat te doen? Ik vond het spannend. Je vond het niet spannend? En toen je uitgeroepen werd, hoe was dat voor jou? En nu? Hoe vind je, hoe voelt het nu? Ik vind het wel goed. Je vindt het wel goed. Dan ga ik even naar jouw charmante prinses, hè? Prinses Lissa. Lissa, hoe is dat voor jou om prinses te zijn? Nee. Leuk. Hoe lang weet jij al dat je prinses mag zijn dit jaar? Ik heb het eigenlijk bijgehouden. Hebben ze het niet bijgehouden? Nee. Maar hebben ze dich het vorige jaar al gevraagd of hebben ze dich pas een week geleden gevraagd? 2 maanden of zo. 2 maanden geleden. En wordt het voor dich wel spannend om het een klein beetje geheim te houden? Een beetje. Een beetje. Dus als het nemens vertelt, onder op de school, tegen de vriendinnen en zo? Eén, gewoon stiekem een klein beetje. En die heeft dich... Je hebt niks gezocht tegen Nemezand? Ja, maar gelukkig is dat. Oh, dan komen ze een beetje naar voren. En wie heeft sticht dan? Lisette. Lisette, dus toen was dat Lissa prinses ging weren. Hebben ze het Nemez gezocht? Nee. Vond sticht het moeilijk om het geheim te houden? Nee. Nee, en hoe ga je ze er een beetje assisteren in de rest van de vaste loop? Je hebt vast ook een lijfspreuk. Allebei? Ja? Lissa niet? Ja, ja, natuurlijk eerst Miguel, maar je hebt zelf er ook één, of niet? Ja, dat is niet erg, maar Miguel die heeft er één, toch? Met deze dag ben ik offline om het uitspasje plezier te maken. Allah. Allah, dat is nog eens een. Offline, dat is nog eens een hele goeie. Lissa. Ik kom van Wied. Ik kom van Wied, maar ik heb altijd die fontanenboom. Was Wied. Ik heb altijd tijd voor de vastgelopen. Ja, mijn mama had het verzonnen binnen 4 minuten. Nou, mam, dat heb ze goed gedaan. Ton, we ja. Hebben nog muziek, hè? Ja, maar ja, de spreuk van de kleine wet, wat zeg je wel nog, Erik? Ja. Allee dan. De spreuk van Lissa morgen even wil ik. Ja, ik kom van Wied, maar voor carnaval heb ik altijd tijd. Ja. Zo is dat. Mooi, Lissa. Ja. Lombokkers natuurlijk ook Gerber en een fijne vastelovend. En met het hoogtepunt natuurlijk op dinsdag. We hopen weer ook een strolend zunke. Als hier met een prachtige wagen door het dorp gaat trekken. En met de muziek en alles eromheen. En chic seizoen en echt toegebeens. Maar Bergen de Maas is ook een muzikaal dorpje met Nattenhoven. Ja, Erik heeft zich de zin denk ik eraan. Dan hebben ze ook muzikaal geweld. Vandoor komt Denise en Richie Martens. Die hebben dit jaar ook weer een liedje ingezonden naar het LVK. En die hebben net die 60ste plaats niet gehaald. Het zal wat ongeveer 61 of 62 zijn geweest. Dat is zeker jammer, maar ik denk maar zo. Tegen dat die dat weer in de finale stond naar Kenterknallen. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat is nog een schijn. En dat gaan ze vandaag hier op het podium doen. Tekst van Lou Hamel eerst. Toch weer Oet Steyn. Succes. En amuseer je even met Denise en Richie.
zus doet. Jong, kiek eens naar je eigen. Kiek eens naar je eigen. Kom, kiek eens naar je eigen. Doe zus nog erger uit dan ik. Veel zin in zwaar geboren. Met een schmink in ons gezicht. De vaste lopend vieren. Is het zwanste wat er is. En zo loop ik al jaren jaren. In de rotzooi uit die kist. Het bluske van Patruske, maar jong, wat is het faal? Ik hoop dat het nog pas. De pontjas is versleten, door op de natgaskaal. Dat komt door Charlotte en door Bas. Maar het kent mij, kan ik schellen. Met vaste lopend moet het aan. Wat zie ik weer uit? Gij schwingt op mijn snoet, vaste lopend, ik kom eraan. Kom, kiek, het slot in eigen. Dus is nog erger uit dan ik. Veel zin in zwaar geboren. Met een schmink in ons gezicht. De vaste lopend vieren. Is het schwanste wat er is. En zo loop ik al jaren jaren. In de rotzooi uit die kist. Dan lik mijn blauwe bruksje de helle punnen draad. Ik ben al bijna klaar. En daarachter in het hukje de patch met belkjes aan. Wat ruiken allemaal nog vorig jaar. Maar het kent mij, kan ik schellen. Met vaste lopend moet het aan. Wat zie ik weer uit? Gij schwingt op mijn snoet. Vaste lopend, ik kom eraan. Kom, kiek, het slaat niet eigen. Dus is nog erger uit dan ik. Veel zin in zwaar geboren. Met een schmink in ons gezicht. De vaste lopend vieren. Is het zwaarste wat er is. En zo loop ik al jaren jaren. In de rotzooi uit die kist. Kom, kiek. Het is nog in eigen, dus is nog erger uit dan ik. Veel zin in zwaar geboren, met een schmink in ons gezicht. De vaste lopend vieren, is het zwanste wat er is. En zo loop ik al jaren jaren, in de rotzooi uit die kist. Hier is die brug nog, maar zonder horen, als ik mich niet vergis. De volgende vereniging die we hier in Steen hebben, ja, kennen we natuurlijk niet missen, hè. De Steenderbuk, wereldberoemd, hè. Nog altijd wordt er gekald voor lang vervlogen tijden, maar dat is alweer bijna 77 jaar terug, toch? Ja, ja, dat is ieder jaar, als we waren weer James Last. En dat is natuurlijk zwart. En we zijn gewaardjebos verleden, maar we zijn toch voornamelijk bezig met de toekomst. Zo is dat maar net. Nee, voor mij, ja, wie van ouds stond slijpen naar de opperbok. Ik vind het een prachtige titel en daarom wil ik hem ook altijd daar voet spreken. Van de vereniging hier die al zoveel jaren de kar aan trekken is in het Steense. Ja, goed, tent is in voorbij, maar we hebben toch weer een schitterende oven mogen metmaken met de uitreuping van de nieuwe prinsen. Ja, dat is echt het seizoen ingevlogen, wie zich zin hebt. En ja, dat is toch, we maken er altijd iets speciaals van. De traditionele zittingen, daar zijn we een beetje klaar met. Veel vongen in Steen, dat we dat op een apartere manier moesten doen. Dus vorig jaar met een auto door de gang en nu met een vliegende prins. En we hebben daar een creatieve commissie voor die zich daarmee bezig hield. Dus ja, dan maar gewoon. Ik zal eens naar hem toe gaan kijken hoe hem dat bevallen is. Want ik ga even voor...
Ik door, kijkers, met alle respect voor het schone volk waar ik veel langs loop. Want hier staat een ervaren prins, mogen voorstellen. Prins Yves. Want ja, nog niet zo lang geleden stond ik op die plaats toch. Ja. Jeugdprins, wie wordt het en wat is er nou gebeurd? Ja, wie eigenlijk jeugdprins aanvoer, heb ik de dag daarna meteen in een brief geschreven aan hij. En dan heb ik geschreven dat ik ook jou graag wat de prins zou willen worden. En het ruimte is, ja, is me goed gekomen. Toch moest ik dat een tijd die oude brieven allemaal bewaard, hè? Ja, die bewaart jou goed, heb ik gemaakt. Die bewaart jou goed. Dus die raakt geen brief kwijt. Dus alle aspirant prinsen die zin hebben voor wie de Steenderbeuk schrijven een brief naar Tijd en Duker. En dan staat er de eminence Gries, wie er met alle respect genoemd wordt. Hè. Je mag best even in beeld komen, Tijd. Prachtig werk wat zo elke keer over deze. Complimenten en dankjewel. Maar Ton Zeedal, een vliegende act. We hebben Superman in de cinema gezien, maar in de grootsmaak de vroegste gaat met. Hè. Ja, dat klopt. Dat was een spectaculaire uitreuping. Ja. Ja. Je komt echt goed de lucht gevlogen, hè? Ik kom echt goed de lucht gevlogen, joh. Ja. Even moeten hangen, maar heb ze wel gehad. Ja, iedereen dacht, hangen gewoon het weg, hoor je verklaren, hè? Maar dat was dicht, hè? Dat was echt, ja, ja, dat klopt. Ja, die ik toen nog achter de gordijn, maar op een gegeven moment ging die gordijn open. En toen bleek toch het van een bokkenkop naar voren te komen, hè? Ja, toen was geen oog meer naar het filmpje. Toen waren alle zalen, of alle zalen zeg ik, alle ogen naar achter gericht. Wordt het spannend, want ik heb het filmpje inmiddels kennen ze hem omroep besteden, anders moet je maar even naar de gemiste uitzendingen kijken. Daar zorgt er wie hij dus vannacht uit de zaal naar het podium gevlogen kwam en Ton de Nopperbok tijd heeft opgevangen hem. Ja, die heb ik jou goed opgevangen. Echt wel. Letterlijk en figuurlijk, de vlogs bij je mijn derde, man. Ja, 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 ik hoop jou. Yves, ja, die hebben ze niet zo lang over te wachten, hè. We verwerren die vooral dikker van een jeugdprins, van ik wil later als een keer prins weren. Maar doe, hij is ook het gedacht van ik wil een record gaan vestigen bij de Steenderbukken. Qua leeftijd. Ja, ja. Uiteindelijk al die jaar ziek liggen. Als ik de leeftijd heb dat ik prins mag worden, dat ik dan ook meteen mag worden. En ja, Ton, nog altijd super bedankt voor dat ik dat mag worden op deze leeftijd. Echt waar. De jongensdruim is echt goed gekomen. Echt waar. De jongste druim op Tom Goergen, hè, dat was Bino. Hij deed het komen, dat heb ik nog overgenomen. Dat heb ik nog overgenomen, ja. Ja. Dat is een record van 40 jaar, hè? Als ik hem gauw terugtel in mijn geschiedenis. En Britt, stralende prinses nu van Yves, hè? Wie wordt het, wie het verzoek kwam van Thij van, hey, de geest het weer, want de krok stik is eerst het weer aan hem gaan. Ja, hij heeft dat inderdaad gelijk verteld. Ik vond dat gelijk super, dus ja, geweldig dat er iets zijn. En meteen eens? Ja, absoluut, absoluut, ja. Voor mij ook eigenlijk wat cadeau om daar op te mogen staan, want ook voor mij kunnen we er ruim moeten. En meteen even kijken welke kleur pak ik en best ik ook gaan shoppen, hè? Ja, het was wel even een zoektocht, maar het is goed gekomen. En meteen, want er staat toch te even, ik kan meteen antwoord geven. Noah, ook toe heb je ervaringen als adjudant. Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad 8 jaar geleden ook jeugdadjudant geweest. Dat was toen ook wel in de druim. En nu om even de jongste prins van zijn ooit te staan, ik heb nog een grote druim. Ja, en dan is er nog een grotere druim, hè? Dat denk ik toch, hè? Ja, dat weet ik van de net zeker. De wens waar de post naartoe moet, hè? Kun je het ook in de maal doen, hè? Dan vind ik het ook. Yves, wat is zo in het dagelijkse leven? Ja, we kennen dich natuurlijk in het Steense, hè? En daar hebben ze gezet, gold. Dat is dishockey, hè? Er zijn veel feestjes. Maar wat is zo hebben we vandaag? In het dagelijks leven ga ik nog naar Schwal. Ik studeer toerisme aan de Leeuwenborg in Maastricht. En ik zit nu in het derde leerjaar, een examenjaar. En dan hoop ik nou dit halfjaar klaar te zijn. In het toerisme, ga je dus steen promoten? Ja. Zeg niet nee. Nee. Nee, ja. Ik weet het niet. Ik wil wel een HBO nog gaan doen, maar of ik daar nog een bier van in het toerisme, dat weet ik niet. Even aftasten. Ja goed, dat heb je nog even niet. En Britt, wat is het in het dagelijkse leven? Ik studeer geneeskunde in Maastricht. Derde jaar. Oké, okay, dus als er wel een keer gaat vliegen, dan kun je het al neer, kan ze hem opvangen. Hè? Goed. Yves, ja, wat geeft voor dich het hoogtepunt weer? Een beetje voor de hand liggende vraag, denk ik. Ja, eigenlijk altijd als je packs gaan, morgen is een hoogtepunt, vind ik. Ik begon al vorige week, of twee weken, met het bokkenweekend, de uitreping. En eigenlijk, ja, tot nu toe, we hebben al super weekenden gehad. En eigenlijk is alles een hoogtepunt, vind ik. Nu komt ze uit een prinselijke familie, hè?
Pap is het al geweest en een onk is het al geweest. Wisten die dat ze het ging zweren of was dat een verrassing op de avond? Nee, die wisten het, want de pap wist het natuurlijk wel. Maar toen kwam in een onk Roger, daar kwam mijn pap vragen. Roe, wat gaan we met de optocht doen? Ja, want ze gaan altijd als vrouwmisch uit. Dus ja, pap moest eerst even verzinnen, maar hij heeft het toch maar Roger verteld. En Roger had dat ook heel goed kunnen verzwijgen. Ja, verzorg eens even in beeld op die omroep Stijn op de tv. Hè? Bedoel Reuping, ze komen dol enthousiast naar voren gevlogen, hè? Ja, ze komen echt dol enthousiast naar voren gevlogen. Ja, ze waren super blij. Zeg, hebben ze ook een jeugdprins bijdichter en adjudant. Dan gaat Mirjam zoomen en dan ging Martine Lijfspreuk. Daar willen we natuurlijk even geer waren. Ja, dat is geniet van het leven, geniet van deze dag. Vier de vastelavond met Megas Prins voorop, dan geeft het gaas flink erop. Dat denk ik. Het gaas gaat erop en de volumeknop van de versterkertjes. Hè? Joh, tegen een beetje inchatten en een kind en dan gaat dat wel goed komen. Mirjam, noem ze dat even over. Ik heb hier een geweldig jeugdprinsje even mee staan. Levi de eerste. Levi, ja, is proficiat natuurlijk. Dankjewel. En wie is dat voor dich om even zo'n prins te staan, zo'n jonge prins? Echt, helemaal geweldig. Helemaal geweldig. En nu heb je natuurlijk, want die opa, dat is de eminence crisis van de Bugge. Ja. En dat is een klein beetje gewaadje, geloof ik. Ja. Dicht, Anne. Hoe lang werd het dat de jeugdprins werd? 8 weken. 8 weken? Dat is niet zo heel lang, hè? Dus dan hebben ze het goed geheim kunnen houden. Ja. En in die dag, de zonje geweest bij ze uitgeroepen, want natuurlijk, ja, is Eva, die kwam ingevlogen. En wie is dat met dich gegaan? Ik kan op een spel Wie ben ik? Wie ben ik? Ja. En hoe is het gerooien, wist ik woord? Sommige. Sommige? Ja. En toen hebben ze een adjudant. En wie heeft die een adjudant? Dat is volgens mij Jesse? Ja. En wie is het dan voor dich om hier even zo'n chique prins te staan? Leuk. Leuk? Ook een kleine droom of een grote droom van dich? Grote. En een grote. En dan is het taling, hè, nog 14 dagen. Dan hebben we een hele schone optocht. Ja. Welke optocht is dat? Ja, mine. Dienenoptocht, dat zou je denken. De kinderoptocht, dat is dienenoptocht. Ja. Nou, heb ze ook een liefspreuk? Ja. Dan laten ze wel. Met mine had je dan Yes, I mean Z. Maak je weer samen in de lange Polonaise. En 44... Met alle bugs is gewoon een klein en een super vaste lover die in steen. Allah. Ik wens je natuurlijk allemaal, hè? Alle prinsen, alle adjudanten en de Steenderbeuk natuurlijk een geweldige vaste lover. Tom, we hebben volgens mij muziek nog, toch? Ja, dat kunnen we ook nog. Maar we hebben nog meer met de Steenderbeuk. Dat is niet alleen een prinsenpresentatie. Tom, we hebben zo nog een mededeling. Laat ons verrassen. Ja, Ton, ik moet zeggen, doe deze het erg leuk, dat interview. Deze het al lang? Ik heb het in de aankondiging gezegd. 24e keer, hè? Ja. Veel vingen dat geeft bijzonders. En veel heb ik het metgebracht voor jullie. Chantal, kan ze het even aanrekenen, prins? Ton, ik ken al jaren jurkjes. En ik moet zeggen, besteeg de vastelovend van Stijn en Nederland de Van Oos, maar van ons allemaal, deze promoten, dat vind ik weer het waard. En we hebben dan ook gemeend om dit te moeten aanbieden. En je knipt het straks maar uit de uitzending als je het niet leuk vindt. Maar ik zou willen zeggen, pak de dude. Het is voor dich persoonlijk, maar het is ongehuids ook een beetje voor al die lui van de omroep. Dus pak het lekker goed. Mag ze het nu goed pakken? Voor jullie wat ze gaan vragen, welke patch heeft erop. Ik ben al een keer door de oud-prinsen geëerd een bok en geiten mogen weer in 2013, dus daar van de bokkenmuts. Ik heb de medaille van de Steenderbuk altijd bij mij bij de officiële gelegenheden. De medaille van de Steendergarde en uiteraard de gastheren van vanavond de Koele Cup ook vorig jaar mogen ontvangen. Maar goed. Nou, we hebben gemeend om dicht te moeten decoreren met de Steender Vastelovensorde van Verdiensten. En dat is een medaille die Hengste neerdoen, die Hengste aan de moer. Verrijken die majaal sporadisch uit
En afgelopen jaar hebben we voor die uitgereikt aan Filemijn voor 4x11 jaar Bisch. We hebben ze ook aan Harry Daalmans van de Beker Pottentoten uitgereikt van de Hofkapel voor 4x11 jaar. En vervingen 24 jaar Stijn Vasteloven promoten in de meest brede zin van het woord. In ieder geval werd dat zich deze onderscheiding moest krijgen. Alsjeblieft. Dankjewel. De Luc en de NRC, maar ik heb even hinnevel. Wat een prachtig eerbetoon. Ik dank jullie wel. Ja, volgend jaar bij Leven en Welzijn en de Media, het fusie, het toeleid, willen vergeren. De 24ste keer ook de prinsenpresentatie genomen. Maar ik ben de Steenderbuik zeer erkentelijk voor deze onderscheiding. Ja, die kreeg een ereplaats in ons hoes natuurlijk. Dat kan ik beloven. Daar zucht je van, hè, Tom. Daar zucht je van. Daar zucht je van, ja, wel verdiend. Dat zijn toch, potverdomme, mooie. Dankjewel, Prins Yves. Dankjewel, Ton Slepen. Dankjewel, complete Steenderbuk. Ik graag dat hij doet. De medaille van de Steenderbuk is altijd de bibi, de officiële gelegenheden. Dan moet ik even voorstellen worden. Dat is wel erg chic. Vrij net gaat over het verleden van de Steenderbuk, die grote tenten. Ik ben 41 jaar geleden in Steen gekomen. Mijn allereerste prins is vanavond ook hier. 41 jaar geleden wordt hij jong, want nu het bühne op gaat komen, uitgeroepen tot prins van de Steenderbuk. En dan heb ik de Verwim Steenen, die we ook kennen als hofzanger van de Steenderbuk. Jarenlang solo geweest, al die oude liedjes gezongen voor de Steen in de traditie. Hij over de besjes, over de buksjes, als de bokken scheiden en de geiden scheiden, is het vastgelovend. Later weer verhoor gemaakt met Sjaak, LVK gedaan met Lou nog erbij. En vanavond koos ik natuurlijk neer om dit heer met de Steenderbuk hier op het podium ook dit liedje te laten zingen bij de prinsenpresentatie. Want die eer, eigenlijk zou ook zijn oor konden bij dicht terecht moeten komen. Want er was al zoveel jaren met die muziek en te aangename verpozen. Ongeveer al 50 jaar, denk ik. Van 89 af, dus dat is eigenlijk ook jubileum op het podium. Dus het publiek in de zaal mocht er best even verklappen voordat we gaan beginnen. Ook voor Wim Steenen, de hofzanger voor de Steenderbuk en bij deze gelegenheid. Dankjewel, jong, dankjewel. Ik zal even de strikjes van de vloer wegdoen. Dan heb ik de vloer vrij. Dat ze daar dadelijk niet over gaan struikelen. En nogmaals, hartelijk een dank. En wie gezegd, de muziek en het liedje van Wim Steenen met de Steenderbuk. Hey, doe dat, die op dat stukje zit. Nu stank en fop en door is lekker met. Want doe ze zo'n bewerkelijk in de weg. Van al dat zitten lukt die vaste lovens batterieke leeg. Hey, doe door, die op dat stukje zit. Nu stank en fop en door is lekker met. Want doe ze zo'n bewerkelijk in de weg. Van al dat zitten lukt die vaste lovens batterieke leeg. Vaste lovens batterieke zin in alle moorden. Hups kleine exemplaren en nog dings die hele grote. In Limburg werd er allemaal met de batterie geboren. En maakt er voor plezier een schot van grootse met de jaren. Hey, doe door, die op dat stukje zit. Nu stank een sop en doe is lekker wit. Want doe zit zo'n bewerkelijk in de weg. Van al dat zitten lukt die vaste lovens batterieke leeg. Hey, doe door, die op dat stukje zit. Nu stank een sop en doe is lekker wit. Want doe zit zo'n bewerkelijk in de weg. Van al dat zitten lukt die vaste lovens batterieke leeg. Vaste lovens batterie, die kunst je echt niet kopen. Die moesten vullen door het jaar, kiet met de mergen slopen. En met de vaste lovens steekt de batterie op springen. En zingen weer dan wie daar kwam, dansen, lachen, zingen. Hey, doe door, die op dat stukje zit. Nu stang een stop en doe eens lekker met. Want doe ze zo'n bewerkelijk in de weg. Van al dat zitten lukt die vaste lovens batterieke leeg. Hey, doe door,
dat stukje zit. Nu stang eens op en door is lekker wit. Want Does is ons bewerkende weer. Van al dat zitten lijkt die vaste lovens batterieke leeg. Pas op voor het gevaar, want och tikken zit een steeg. Gelukkig is het onder, steeds tijd nu we bewegen. Haar geesten zitten op die batterie, daar loopt ze leeg. En dan zitten we allemaal alleen maar in de weg. Hey, doe dan. Die op dat stukje zit. Nu stangen ze op en doe eens lekker met. Want Does is ons bewerkende weg. Van al dat zitten lijkt die vaste lovens batterieke leeg. Hey, doe dan. Die op dat stukje zit. Nu stangen ze op en doe eens lekker met. Want Does is ons bewerkende weg. Van al dat zitten lukt die vaste lovens batterieke leeg. Van al dat zitten lukt die vaste lovens batterieke leeg. Okay. En dan zijn we aangekomen bij onze gastheren waarover deze prinsenpresentatie mochten opnemen. En dat is bij de Coole Cup in Meis. Blijven mij de vorst. Van Meis. Harry. Ja, dat klopt. Harry, dankjewel dat we hier mochten komen. Natuurlijk, allereerst. Je hebt dit jaar ook een geweldige prins. Een prijs met een prins. En een geweldige prins. Wie geeft hij zo zeugtocht hier in Meis? Ja, voor ons is dat eigenlijk niet zo lastig. Nee. Ze bellen zich of ze schrijven zich een briefje, duwen zich in een taas en dan weet ze eigenlijk al op voorhand dat we de komende 2-3 jaar goed kennen. Oh, dus dan wordt het dobbelen of zo, wie het dan mag weren? Of geven ze aan van dat jaar of dat jaar? Nou, het kan wel eens dobbelen zijn, maar het is alvast met een jaar al. Oké, dus dat is heel bewust aangegeven van ik wil in 2024 wil ik prins werden. Dat zou kennen, als er niks tussen bij komt, dan moet dat kennen dan. Ja, ja. En dan dit jaar Remo de eerste. Ik zeg juist tegen Ton, wij worden nu ook alweer Maurice of Remo? Hoe is het er? Nee, zeg ik, het is Remo. Het is, van dit jaar is het prins Remo en prinses Bo. Dan, ik heb gekeken, ik koos helaas niet te zien wie de uitroeping was. Maar je hebt gekeken die geweldige ballonnen die dus door de zalen zijn opgekomen met de foto's. Maar er was een klein technisch mankementje gelegen met die foto's. Ja, dat ging niet zo gewoon zo'n wie het moest gewoon eigenlijk. Maar die jongens van de Rood van Elf, die hebben dat wel weer opgelost. Ja, dat was heel snel. Heel gauw ging dat een beetje tape en toen lukte dat, toch? Ik gewoon een klein beetje schravelen. En dan gewoon ik natuurlijk naar Remo. Remo, doe stond ze achter het shot en dan, wat gebeurt dan met zich? Ja, dan was ze eigenlijk best wel zenuwachtig. De crisis niet veel met. En dan ze wachten tot ze naar voren mocht. Dan gaan ze aftellen van 11 naar langzaam terug. En bij 1 mogen springen. En ja, dan komt zo'n ontlading en dat is zo chic. En dan weet iedereen dat ze prins was geworden. Ja, de reacties uit de zaal waren geweldig. Tenminste, dat heb ik gezien op de uitzending die we als LOS gemaakt hebben. Bo, doe hoort natuurlijk ook heel snel het podium op. Wie is dat voor dich? Ja, chic. Ik moet zeggen, de voorbereidingen. Dus wie alles gij moest werken en alles was al heel erg chic om met te maken. En nu ook vergeten van alles samen. Wat we nu allemaal met maken. Wat is dich in het dagelijks leven, Ramon? Ik werk bij een verlichtingsbedrijf. En dat doe ik nu de ledlampen ontwikkelen. Dus toen zorg je dat de meisjes in het leeg zijn? Ja, onder andere. Ja. Ja, en met een optocht natuurlijk al heel moe. Ja, dat is echt een chique dag. Als de kijkt van, Bo zet juist de organisatie van tevoren, de ontwikkelingen. Wie lang wens je al dat ze prins wil zweren? Ja, dat je wil wij al heel lang. En ze hebben eigenlijk 2 jaar geleden gezegd van schriftelijk 2019 maar eens op. En vorig jaar met de carnaval hebben ze definitief gezegd van, 2019 jaar wordt 10 jaar. En dan moest het gewoon stilhouden.
Ja, dat klopt. Wordt er gespeculeerd in een meis? Ieder jaar. Ja. Ieder jaar een principal, dat is nog wel een paar jaar in. En ja, iedereen met in de poolzijde wordt eigenlijk goed in de gaten gehouden. En er wordt gekeken van, deed er niks raars. Beurt hij onze prins of wordt er het niet? Daar heb ze niks raars gedaan of houden ze op zich gewend? Nee, dan wat ze raars. Oeh, klopt dat, boe? Nou. Nou, zo wordt dat maar na de uitzending even. De carnaval zaterdag is natuurlijk die dag van heinde en ver. Ik hoop dat je natuurlijk je als gewoon weer hebt. Hebben ze al een idee wie die de prinsen waren er goed ziet? Nee, dat houdt dus eigenlijk geheim tot de dag zelf. Dus het is wel leuk zijn. Dat is natuurlijk hartstikke chic. De dames van de Coole Cup, gewoon die nog meteen op stap, boe? Ja, die gaan nu ook met alle feestjes zoals in die auto. Nee, ja. Hey, maar ik bedoel, die gewoon net in Stijn is het zo dat de prinses met de kenjeroptocht met de dames van de Rood van Elf nog gaat doen. Dat is dat die de meisjes ook zo. Dan gaan we samen, ja. Met z'n allen. Met de kenjeroptocht, ja. Stijn, dan gaan we eigenlijk met z'n allen naar Stijn kijken. En dan hebben we nog het recepties overheen gaan. En dat is eigenlijk op de dag voor ons. Ja, zijn Eelse en Noord-Rijnshoven zijn in Warmen daar, want dan is in de recepties. Dine lijfspreuk, Ramon. Ja, prinsen voor mij is altijd in het ruim geweest. Dit jaar wordt de carnaval meis helemaal top, want ik ga als prins van de Coole Cup voorop. Nou, dat zou ik denken. Dat is een geweldige. Ik wens je samen met Dine Rood van Elf en hun dames natuurlijk een geweldige vastlovend. Ton, volgens mij hebben we nog muziek, niet? Nee, we hebben geen muziek meer. Dit is de gastclub die kreeg de eer om als laatste op het podium te komen. En die is weer fijn ondersteund hebben. Ik wil toch even ene man de biolen, Guus, was heel even, tegen alle mensen heel, maar toch, we willen hem toch even de biolen. Dus toch voor de Coole Cup, ene man die al 2 jaar geleden begonnen is met de lobbyen. Kom maar even hier, Guus, dan mag ik best even een picture stormen met de best. Oud-prins, de best al hofnar geweest, dus van alle water gewassen. Maar toen is er mede voor gezorgd om achter de coulissen te zorgen dat de Omroep Stijn met hun opname ook een keer naar Meers komen, naar de Coole Cup. En ja, dan mogen we voor dicht verdanken. Ik heb geen oorkonde bij mij, maar toch heel hartelijk dank. Ik kreeg ook applaus van het publiek hier en uiteraard van die eigen vereniging. Het zijn toch die stille krachten achter de vereniging en in de vereniging die zorgen dat er gaat gedaan wordt. En ja, de Coole Cup moet ook hier de oude fanfarezaal onderhouden. En dan is het leuk dat we dan toch even met z'n allen hier naartoe zijn gekomen. Dus daarvoor, Guus, hartelijk dank namens Omroep Stijn. Uiteraard prins, prinses, vorst en alle leden van de Rood van Elf. Want een behoorlijk groot aantal ex-prinsen bij zijn. Hè? Allemaal ervaren rotten. Voor de vastlovend hier in Meers natuurlijk de zaterdag als hoogtepunt. Komen we allemaal hier naartoe, te voort of met de fiets en laat auto in Steenstoorn of in Eelsen. Mirjam, dich wil ik ook hartelijk danken hè, voor ja. Op die hompelpeutje, want ze is pas geopereerd en toch hier een ja, met de presentatie te doen. Vastlovend hè, zong op mee, dat geeft niet hè. Ik wil zeggen, er is in het ziekenhuis alles aan gedaan en dan zou de optocht in Steen niet kunnen doorgaan als Mirjam neer te bijhoren. Dan moeten we die week genoeg stellen. Ook dich dank voor die medewerking. Dich ook, dankjewel. En ik denk dat we de kijkers een schone vastlovend kunnen toewensen met zoveel schoonprinsen, schoonverenigingen. Ik zou zeggen, jongens, voilà. Ja, en de schoenen vastelovend, amuseer de vooral. Je kent de prinsen nu, je kent onze zwijger, je kent onze ropen, je weet nu wat het is. En bij leven en welzijn, volgend jaar willen we vergeren voor de 24e keer weer een prinsen presentatie door. Bij Omroep Stijn, die volgend jaar een andere naam gaat krijgen. Maar dat is voor later zorg. Voor nu eerst carnaval vieren. Allah allemaal, schoendag, tot in de volgende keer. Allah.